Ik ben André Schimmel, Managing Director van Prisma, Prisma Nederland. Onderdeel van Groep M en DPP. Wij zijn het online performance bureau, marketingbureau voor een aantal mediabureaus binnen Groep M. Oké. Het congresthema is dit jaar Reinventing Retail. Wat draagt uw organisatie bij aan het opnieuw uitvinden van de retail? Wat zijn jullie innovaties daarin? Ja, nou, ik zou in eerste instantie willen zeggen, echt reinventing van retail vind ik nog wel een zou redelijk hoogdravend zijn als we dat zeg maar zouden claimen. We voegen zeker wel het een en ander toe. En waar wij ons vooral op richten is onze klanten, en als het dan over retail klanten gaat, klanten, inzicht geven in de customer journey van hun klanten. Dus hoe komen zij nou uiteindelijk van begin, eerste contactmoment, eerste gedachte van ik ga een product X, Y of Z kopen, via search, via display, via het gebruik van desktop, via mobile, uiteindelijk ook tv-contacten of radiocommercials. Hoe komen ze uiteindelijk nou tussen van geen klant tot klant en tot een aankoop? We geven daar inzicht in dat doen we op basis van attributiemodellen. En daarmee kun je uiteindelijk als adverteerder met de inzichten die je krijgt beter je mediabudgetten verdelen over de verschillende kanalen die je als adverteerder inzet. We adviseren daarover en wij helpen ze bij die inzichten. En we helpen uiteindelijk ook om die campagnes in te zetten. Ze doen ook de executie daarvoor. Oké. En we zijn hier in de Amsterdam Arena, waar Retail Champions Rise. Welke retailer is volgens u nou de absolute kampioen? En waarom is hij de kampioen op het moment? Nou, wat ik altijd nog wel een heel mooi schoolvoorbeeld vind van online, in dit geval naar offline. Dus niet wat we vaak zien van offline naar online. Is bol.com. Die natuurlijk excelleren in het, het een van de eerste geweest zijn van het internationaal concept met een mediawinkel te weten te transformeren naar een multimedia winkel, naar gaming, naar speelgoed, naar tuinaccessoires, nou, bedenk het maar. Wat we in het begin met z'n allen nooit hadden kunnen vermoeden dat zou gaan gebeuren. En vervolgens dus de transitie kunnen maken van de offline wereld naar de online wereld doordat Ahold natuurlijk hun heeft overgenomen. Waarbij het nog veel betere inbedding heeft gekregen in de maatschappij. Want iedereen heeft natuurlijk ook de collect heel makkelijk nu gevonden. Zij die het nog een drempel vonden om spullen thuis te laten bezorgen, kunnen nu natuurlijk mooi integreren met het doen van boodschappen. Dat is op zich een prima verhaal, maar ze zijn er natuurlijk extreem succesvol in. En geven, ik had het al even over customer journey, een fantastische customer journey aan hun klanten en aan nieuwe klanten. En weten dat heel goed door te vertalen naar wat ik zeg, de echte wereld. Oh, oké, heel mooi. En hoe ziet u dat dan in de Nederlandse retail toekomst? Hoe gaat dat zich ontwikkelen? En hebben daar dan ook e-commerce en mobile bijvoorbeeld een plek in? Absoluut. Voor beide zie ik een fantastische toekomst. Hoewel ik ook zie, en dat heb ik vandaag al eerder gezegd, dat retail aan zich best kritisch mag zijn naar zichzelf. En zeker niet voorop loopt als het innovaties of vernieuwingen in online media gaat. Vaak zie je dat het eerst pijn moet doen in de portemonnee. Klantenbestanden worden kleiner of minder, of mensen komen minder naar de fysieke winkels toe. Ontstaat ontzettend veel concurrentie online. Eerst zien ze dat het argus ogen aan en vervolgens komt daar, als het pijn gedoe, komt daar echt beweging in. Natuurlijk zijn daar goede uitzonderingen op te noemen. En ik zie de toekomst heel zonder tegemoet, omdat die beweging nu echt wel serieus op gang komt. Je ziet hele mooie voorbeelden van integraties offline samen. En mobiel gaat daar ook een steeds grotere rol in spelen. Retailers gaan zien en merken, en ze kijken ook naar zichzelf, dat mobile inmiddels het eerste scherm is geworden in de dagelijkse mediaconsumptie van de consument. De consument kan eigenlijk niet meer zonder die smartphone. En dan zeg je wel 70% van de markt ongeveer niet meer. En wordt steeds belangrijker in het aankoopproces, in het oriëntatieproces, maar uiteindelijk ook het aankoopproces en ook de definitieve aankoop aan het eind van die journey van die consument. Dus we zullen daarop moeten inspelen, of ze willen of niet. En we zien daar ook inmiddels mooie voorbeelden van. Een van de voorbeelden zijn near field communications of iBeacons die al door winkelketens worden aangeboden. Apple heeft natuurlijk een prachtig product voor ontwikkeld.
wordt inmiddels redelijk omarmd, zeg maar, door retail. Zodra daar de goede cases uit gaan rollen en goede 1-op-1 communicaties met hun klanten, met hun klanten waarmee ze ook een stuk loyaliteit willen opbouwen. Want klanten kan je daar natuurlijk prima mee belonen op het moment dat jij langs hun straat komt en hun specifiek aanbod kan gaan doen. En als je daarmee weet te verrassen, dan denk ik dat retail, inclusief de mobiele uitdagingen die nog voor heel veel retailers zijn, een fantastische toekomst tegemoet gaat. Dat hij er anders uit gaat zien dan dat hij nu is, merendeel in winkelstraat en in bricks, dat is voor mij wel zeker. Dus het spannende vind ik ook, hoe ziet het winkelbeeld er over 5 à 10 jaar uit? En daarvan ben ik ook zeker dat hij er echt anders uit zal zien. Dat vind ik ook best wel spannend hoe gemeentes daar bijvoorbeeld mee omgaan. Sommige gemeentes zien nog enorm investeren in nieuwe winkellocaties. En daar heb ik wel zo mijn twijfels over, of dat nou wel de goede keuze is.